Peace at home is peace in the world, oftewel vrede thuis betekent vrede in de wereld. Een uitspraak van Weyland Kemal Atatürk, de oprichter van de moderne Turkse staat. En die uitspraak die is toch wel heel erg actueel, want sinds deze zomer is het onrustig in Turkije. Er is een vijandelijke koep gepleegd en Beldjesdag is begonnen. Uh, het wijzen en het zuiveren, of hoe men het ook wil noemen, in Turkije is aan de gang. Bij ons is aangeschoven een Turkse Nederlander met een prominente positie. En zijn naam is Emre Unver en hij is raadslid voor de Partij van de Arbeid ja. in de gemeenteraad in Amsterdam en voorzitter van het inspraakorgaan Turken in Nederland. Ja. Meneer Unver, welkom in uh, Amstelpolis. Dank u. Um, uh, u bent hier uh, vanwege het raadslidmaatschap en daar gaan we het zo ja. ook over hebben. Maar we zitten nu in september. Het is ongeveer twee maanden geleden dat uh, de koep in Turkije uh, werd ja. vereideld. We zijn er allemaal min of meer getuigen van geweest wat daar ja. is gebeurd. Um, uh, hoe heeft u uh, die koep beleefd? Uh, kunt u die film uh, terugspoelen? Als Turkse Nederlander. Nou, met, met onrust voorop natuurlijk. Ik zat ook tv te kijken naar, naar een debatprogramma uh, zoals vele mensen van Turks komen dat deden en het was het beste cnn turk programma uh, waar op dat moment duidelijk werd. CNN Turk is een zender uh, die van cnn die een Turks uitzendt. Exact, in het ja, Turks uitzendt. U keek de... satelliet televisie. Uh, via internet. Via ik internet, geen satelliet, maar ik keek, ik, ik, ja, ik keek satelliet televisie keek naar het programma en, en tijdens het programma werd dus kwamen de berichten al binnen van dat de brug was afgezet in Istanbul exact en uh, een paar uur later merkte je ook dat uh, er waren ook militairen die gewoon de studio binnenvielen om de uitzending te stoppen want die hadden fout gemaakt om alleen bij de staatskanaal te gaan beetje slecht voorbereid vroeger ging je gewoon en uh, pakte je de staatskanaal het een en dan had je het hè? Dan, pak je, dan had je de controle over informatievoorziening en dan liep je uit dat je in een koep had gepleegd. Iedereen thuis zit. En dat was het eigenlijk. Nou, dit keer hadden ze niet mee rekening gehouden dat er één andere kanalen zijn die mensen volgen. Maar ook vooral dat er social media is. Dus, uh, maar het eerste uur was vooral onrust. Uh, ik begreep het ook niet direct. Want ik dacht, het is niet, uh, dat, de, de, de Turkse mensen zijn helaas een koep niet vreemd. Uh, als je een beetje leeftijd hebt, uh, of, of een beetje die story kent, dan weet je ook dat het al een aantal keer heeft voorgekomen. Maar dit keer ging het anders. Dus dat was ook een beetje verwarring. Is het nou wel een koep of is het geen koep? Maar onrust zat erin. En hoe, hoe komt dat bij jezelf aan als je dat ziet? Nou, het eerste wat ik voel is een ramp. Kijk, Turkije is al meer, meerdere jaren nogal onrustig. Laat ik zo zeggen. Er zijn interne problemen, in de regio liggen ze ook niet lekker. Uh, dat is een regime uh, wat, wat strak de teugels in handen heeft en, en eigenlijk steeds minder ruimte overlaat aan andersdenkenden. En ik dacht toen de koep... Kwam, dacht ik, één, hey, de koep heeft Turkije nog nooit iets goeds gebracht. Gaat het land zo weer tiental jaren achteruit. Uh, als de koep zou slagen. En als de koep niet sla uh, zou slagen, uh, was mijn, ik voelde het direct al aan, dat het ook een vorm zou zijn dat het juist eerder de verkeerde kant op in Turkije zou gaan. Dat het democratische proces niet versterkt zou worden, maar dat die afbraak versneld ingezet zou worden. Nou, we hadden maar 24 uur nodig om, om dat vast te stellen dat dat ook aan de hand was. Dus dat was een, een heel nagevoel. Maar er zijn ook hele eerst gewoon zijn ook gewoon dat ik een neef, wat familie en vrienden in Istanbul. En het eerste wat je doet is ook hem bellen en zeggen van in mijn geval was het niet ga de straat op. In mijn geval was het jongens, zorg dat je snel thuis bent en blijf thuis. Binnen blijven. Ja, dat was mijn oproep. Laten eerlijk zijn. Ik kon op dat moment niet overzien wat er gebeurde. Maar mijn oproep was niet oh. nou, nee. ga de straat op en ga de tanks opspringen. Dat is het eerlijk verhaal. Mijn oproep was, zorg dat je, pas goed op jezelf, zorg dat de kinderen thuis zijn. en Volg het vooral. Ja, maar de oproep van president Erdogan via FaceTime kwam die. Via zo'n sociale media. Ja, dat -kanaal. maakte ik dus mee. Want dat was een van de gevoelens. Dus ik dacht, wat zie je aan de hand? Want uh, president van Turkije, die was dus een, een tijd niet uh, in, in beeld. En er uh, was allemaal verhalen zitten aan de vliegtuig of niet. Of wat is hij aan het doen? Is hij gevlucht, hè? Werd, dat paniek. Is dus vliegtuig neergeschoten? Dat was ook nog een verhaal. Exact, exact. Uh, en, uh, en toen kwam hij opeen in beeld, uh, opeens in beeld met een FaceTime-verbinding. Wat het nogal allemaal dramatisch maakt natuurlijk. Maar daar deed hij de bewuste oproep. Het was nog steeds een beetje dubbel. Want die proefde, dat is normaal een nogal autoritaire man. Maar was wel een moment dat je de spanning in zijn stem voelde. Dus dat was ook een moment dat ik dacht, dit is echt. Die, die koep, die, die gebeurt nu. Je ziet de angst bij hem. En tegelijkertijd dacht ik, uh, hoe gek het ook klinkt. Ik denk, dit hebben ze toch onder controle. Nee, want het is alsof ze een handboekje hadden van... Stel dat er een koep gebeurt, welke stappen we nemen om dat tegen te... Uh, tegen maatregelen te nemen. Die werden al vrij snel genomen. Het sterkste zet wat hij deed was een oproep aan het volk om de straten op te gaan. Daar nou werd redelijk massaal gehoor aan gegeven. Maar dat is dan een tegengestelde oproep die u aan uw familieleden heeft. Gedaan. Ja, ik ben geen president op dat moment. Ik heb geen inschatting wat er gebeurt. Ik, ik denk gewoon aan mijn familie en vrienden op dat. Uh, en ik zag al beelden van uh, dat het her en der heel erg uit de hand liep. Uh, uh, ik dacht. In de... dus wat dat betreft, hou je dicht bij jezelf. Uh, mijn oproep was richting meneer niet Gek. Ja. Vooral zorg dat je thuis bent. Zet televisie aan en volg wat, internet wat er gebeurt. En hou mij op de hoogte of alles goed met jullie is. Ja, maar goed, uh, ik neem aan, je uh, bent de hele nacht gewoon opgebleven tijdens de ja, groep. Wel uh, alles ja. gevolgd, uh, ja. online, televisie, et cetera. Ja. Slapeloze nacht. Ja. Um, um, maar goed, u zou toch kunnen hebben gedacht van nou, het zou toch wel fijn zijn als die meneer Erdogan nu uh, van het toneel verdwijnt. Nee. Want een maand daarvoor had u nog een oproep gedaan. Uh, in de krant. Uh, en met de quote hoe kun je als PvdA iemand als Erdogan steunen? Of iemand ja. als Erdogan die toch uh, autoritaire trekken heeft. Uh... Oh, ik kan er stellig over zijn. Voor, voor mij, het, het regime heeft inmiddels gewoon de trekjes van het dicta regime. He? Dicta ja. dictatuur. Ja, dat vind ik wel. Dat zegt hier de voorzitter van uh, Inspraak Orgaan Turken. Nederland. Ja, ik vind dat Turkije kenmerken uh, vertoont van een land wat steeds, uh, steeds meer autoritair opstelt. En ik zie, uh, laat ik zeggen, de, drie, de driedeling van de macht, macht en tegenmacht, die checks en balances, zie ik niet meer verankerd in het uh, systeem. Hè? En dat is voor mij een, een berg afwaas. Als ik kijk naar het aantal journalisten die vastzit. Als ik kijk hoe het staat met vrijheid van meningsuiting. Als ik kijk hoe het eraan toe gaat dat mensen gewoon worden opgepakt. En, een hele lange tijd kunnen vastzitten zonder dat ze nog weten wat de aanklacht is. He, dit, dit soort dingen gebeuren in Turkije. En het gebeurt ook wel eens massaal. Dat gebeurt ook voor de koep. He, je hebt, ik bedoel, je hebt... Wij uh, in Nederland hebben we het niet echt meegekregen, maar ik heb die processen wel gevolgd. Er waren de twee grote processen van Baljos en Ergenekon. Een ja, aantal dus... jaar geleden Ergenekon was een proces waarin, waarin ze zeiden dat ze een soort uh, seculiere garde seculiere had binnen, garde binnen de officieren uh, binnen. Dat ze een koep zouden plegen. Uh, ja, dat er een koep zou komen. Ja, nu, was... zeiden, nu zeggen ze allemaal sorry. Ja. We hebben het niet geweten. Het was Gulan die ons verkeerd heeft misleid. Ik vind het allemaal komt Ik zou zeggen, uh, sorry, uh, op, op dat formaat in de politiek betekent het meestal uh, ook verantwoordelijkheid nemen, maar in Turkije gaat het anders. In Turkije is het sorry, we wisten het niet. Uh, het is het kwaad. Maar om terug te komen op die vraag. Uh, je doet dan een oproep in de krant, toevallig een maand voor de kop, om afstand te nemen, zeker als PVDA, van iemand als uh, Erdogan. Wat ik daar zeg is, als jij, kijk, als jij de kiezer, wat die stemt, dat vind, dat vind ik eigenlijk best. Als je eigen, eigen verantwoordelijkheid, je eigen vrijheid, uiteindelijk als politieke partij probeer je iemand te overtuigen. Maar als jij een actieve volksvertegenwoordiger bent, hè, als, als jij zo'n partij en zo'n traditie vertegenwoordigt, dan kan dat niet één op één uh, samengaan met steun. Van een leider uh, die niet dezelfde waarde op na of als die dat dan wel zou doen die dat niet naleeft en ik vind dat gewoon ik heb het ik heb het benoemd als schizofreen zoals hè? je kan niet bij een links progressieve partij zitten en vervolgens in een religieus conservatief neoliberale partij uh, buiten de landsgrenzen zijn maar er zijn dus pvda leden en uh, uh, ook raadsleden misschien in amsterdam of deelraadsleden die lid zijn ik. van de akp dat, nee lid zijn uh, denk ik de niet AKP, of daar de heb ik partij van de de heb... president Erdogan steunen uh, steunen van, kijk ik vind wat ik zelf doe ik stem uh, ik, ik mag ook stemmen bij de Turkse verkiezingen hè. ik heb dubbel nationaliteit maar ik stem dus niet omdat voor mij betekent democratie je eigen levens uh, direct de omgeving proberen te beïnvloeden de afspraken die jij en ik met elkaar maken om te zorgen hoe we gaan samenleven nou ik leef niet in Turkije ik leef in Amsterdam ik leef in Nederland ik ben hier ook nog eens actief volksvertegenwoordiger dus ik vind dat dat niet samengaat dan meng ik me niet met, ook niet met verkiezingen in Turkije. Ik vind het een stap verder gaan als je, laat ik zeggen, je ziet dat er een hoop Erdogan-fanboys zijn. Erdogan-fanboys. Fanboys, fanboys. fanboys. He, dat die man wordt verheerlijkt. Ja. Zijn er, mensen zijn. Dat is gewoon, toch ook een hele charismatische man die heel veel mensen aanspreekt. Dat. En heel dat veel is, Turken voelen daar iets bij. Vast. Dat is dat is overduidelijk. Maar ik dus niet. Maar wat zijn die fanboys dan? Dat is dat je op een gegeven ogenblik niks meer bekritiseert. En de term ik, ik zal een paar van de zinnen gebruiken die zelf gebruiken. Als hij het heeft gezegd, dan is dat wel klopt. Als er een vorm van uh, corruptie is geweest, zo, zo wat? Hij is onze man, hij heeft het vast met goede bedoelingen gedaan. He? En het gaat bijna tot een verheerlijking soms. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, wat denk je nou dat het is, dat hij een profeet voor je is? Wat voor uitspraken ben je aan het uitkomen? He? Je hebt die man gekozen. Het gaat erom dat je ook controleert of hij levert. Of hij wat dingen doet die volgens jou goed zijn. Hè? En als hij fout doet, dus die fout. Ga die man nou niet lopen verheerlijk. En ik vind uh, heel simpel: als je kijkt waar de PVDA voor staat. en als je kijkt waar uh, dat regime, de AK-partij voor staat. dat gaat toch niet samen? Hè? Ik vind als een PVDA. dat hoeft niet alleen voor uitland te zijn. Als jij een uh, pvda uh, raadslid of Kamerlid bent. en je zou fan van Poetin zijn. ja, daar gaat het toch ook niet in. Uh, als je fan van Donald Trump bent, dan gaat het bij mij ook niet in. Hè? En Donald Trump met alle fouten die hij heeft gemaakt, uh, waarschijnlijk iets al totaal andere orde dan uh, wat er in Turkije gebeurt. Niet te min vind ik dat niet uh, samen kunnen gaan met de idealen waar we voor staan. Ja, uh, ja. Trek het door, ja. hè? Uh, dat is. Uh... Maar goed, er is, uh, er is in Turkije ook een zusterpartij, dat is de JHP. Dat ja. is de zusterpartij van de PVDA. Die ja. zijn uh, uh, althans progressief. Dat zeggen ze. Uh, dat, dat voor mijn waarden zijn ze conservatief. Ja. Hè, laat ik zo zeggen. Voor ik Nederlandse waarden zouden ik vind, ze conservatief. Ik vind, zijn. Ik vind dat ze uh, maak het. politiek spectrum links-rechts in, in Turkije ja. is een totaal ander dan zou de je toch, Dan zou je toch, uh, als je kleur bekend, als Turkse Nederlander toch daarop kunnen stemmen. En zeker als PVDA'er. Je zou toch ook kunnen oproepen, stem op die JHP. Nee, dat doe ik niet. Waarom niet? Dat doe ik niet. Eén omdat ik dus vind dat ik die twee zaken niet met elkaar moet mengen. Hè? Ik, ik, ben, ik sta voor de PVDA, dus uh, ik strijd voor de PVDA. En dat is gewoon mijn club. Vanuit de raad? Vanuit de raad. En uh, ik vind, uh, kijk, als mensen mij uh, bellen uh, en ze vragen advies, dan zal ik als privépersoon met hen spreken en uh, uh, een partij aanraden waarvan ik denk dat die bij, bij diegene past. In mijn geval is dat met mijn kring meestal toch de CHP of de H HDP. Uh, maar de MHP, de, de grijze wolven, uh, ja, dat heb ik niet echt veel in mijn omgeving of die mensen hebben geen stemadvies. En de aan HDP nodig. is de Koerdische Partij. Uh, ja, zeker. Ze zaten in de volksmond op die manier bekend. Ja. Dat is, in Turkije ze hebben zich in de verkiezingen gemanifesteerd als een soort bredere partij voor Turkije. Waar je zag dat de Koerden, maar ook een hoop minderheidsgroepen, tot aan de, de Roma, Zigeuners, tot aan de uh, Armeense gemeenschap. Dat was, en dat is wat mij vooral toen fascineerde. Omdat ik dacht dat is bijzonder in Turkije, dat je die groepen bij elkaar aan elkaar kan binden. Ja. Dus niet alleen de Koerden die hadden. Nee, dat was, dat hoop, uh, dat was ja. toch een stukje hoop. Uh, oh, ja. Dat je dacht van uh, dit kan iets veranderen in Turkije. <laughs> omdat, heel duidelijk. Maar zonder, uh, dan dwalen we misschien wat te veel af uh, richting Turkije en we zitten natuurlijk in Amsterdam. Ja. Um, we hebben in uh, uh, in Amsterdam een stedenband met een stadsdeel in uh, Istanbul. Şişli. Şişli. Ja. En daar wonen hoeveel mensen? Iets van 100 of 200.000 mensen. Nee, Şişli heeft volgens mij 1,2 miljoen inwoners. 1,2 miljoen inwoners. Een stadsdeel wat in Istanbul zelfs. is is al vrij snel uh, dat, groter dan okay, Amsterdam. Oké, nou laten we zeggen dat het groter is. Ja. En, uh, Turkije is aan het veranderen. Hè? Ja. Het nieuwe Turkije van Erdogan, wat nu komt, uh, dat gaat er waarschijnlijk anders uitzien dan dat we gewend waren. Ja. Het nieuwe Turkije. Sisli uh, uh, is daar een bestuurlijk onderdeel van, weliswaar een stadsdeel. Moeten wij nog wel een stedenband hebben met Sisli? Uh, wel degelijk. Sisli uh, in dit geval heeft een, uh, een, een, een CHP-burgemeester. Maar dat is niet van die JRP van de, ja, het de, JRP. de, is dus niet de Turkse PvdA. Ja, en wat belangrijk is een kleinzoon van Ismet Ine nu nog. Dat wist ik niet. Oh, dus de, de tweede president. Exact, exact. Een, een heel hoog opgeleid, uh, vooruitstrevend gezin. Het is, het is een gezin wat bekend staat. Prima, even. maar die man die zal deugen en Şişli zal een mooi uh, stadsdeel zijn. Maar het blijft een feit: het nieuwe Turkije rijmt waarschijnlijk toch niet met waar u voor staat. Nee, maar wat je niet doet, je, kijk een stedenband ga je met, met, met een stad aan. Daar hebben we een samenwerking mee. En de reden waarom wij met Sisli de, de Stedenband opnieuw nieuw leven hebben willen inblazen is juist hun andere opstelling ten opzichte van uh, Ankara. He, laten we daar eerlijk in zijn. Uh, je hebt hier een, 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 een stadsdeel of een gemeente wat bijvoorbeeld diversiteitsbeleid heeft opgezet. He? En daar zijn we als Amsterdam wel voor. Hè? En wat we doen is, we ondersteunen daar ook al jaren eh, lokaal, ook soms in samenwerking met de consulaat, met de consul-generaal, eh, met kritische geluiden. Maar een diversiteitsbeleid betekent dus dat ze een beleid hebben voor minderheden, homo's en lesbo's enzovoort. Exact, dat tot, tot, tot aan een health center Exacte. waar ze dus eh, ja. mensen met aids helpen. En dat is in Turkije helemaal niet zo vanzelfsprekend. ongezien. Ja, ja. ongezien. Ja. Nee, jij nee, je waar ik het over heb. En deze mannen doen er ook niet zo geheimzinnig over. Dat is politiek namelijk elektraal niet per se sterk voor zo'n man. Nee. Maar die staat ervoor. Ja, en we zijn er op bezoek geweest. Zo'n pand van zes, zeven verdiepingen waarvan je ziet dus dat... En het is voor heel Istanbul bijna, hè. Het is gewoon, het is een ramp. Maar het is een stukje strohalm waar mensen gaan vastgrijpen. Maar goed, daar is dan een flat met aids-patiënten die worden behandeld. En dat gebeurt niet per se aids-patiënten, maar ik moet beseffen in Turkije dat ja. bijvoorbeeld de transgenders, hè ja Istanbul, je kent het, daar is ja. een hele scene van... Uh, als een man die graag vrouw wil zijn of andersom. Geboren in een verkeerd lichaam, even voor de mensen daar. Exact. En helaas in een land, in Turkije, en Istanbul, betekent het vaak dat je al vrij, vrij snel, als je geen eigen geld hebt, ja een baantintje niet. Het gaat soms op het niveau dat je bij de supermarkt niet eens brood krijgt, hoor ik van die mensen. Ze, ze belanden ook vaak helaas in, in, in de prostitutie. Gewoon om te kunnen overleven. Nou, deze mensen hebben v, vaak op een of andere manier toch de papieren niet op orde. Dus ze hebben geen toegang tot, tot, tot zorg. Hè? en laten we vaststellen dat dat een probleem is nou met zo'n uh, be beleid van zo'n gemeente zorg je ervoor dat ze een toegang tot zorg hebben nee, en dat, daar, daar sta ik voor dat is ook allemaal heel mooi en volgens mij zou je daar vanuit amsterdam ook voor moeten staan exact het, het enige punt is dat uh, het turkije van uh, meneer erdogan gaat waarschijnlijk nog veranderen en is aan verandering onderhevig. En we weten niet waar het naartoe gaat. En we weten ook Eens. niet waar het met niet naartoe Eens, aan. Maar wat heeft die wat moeten wij doen om Wat heeft de Koerische uh, burgemeester. Om te dat we straks voorkomen dat we straks krijgen. Ja, stedenband. Moet je kijken. Dat we er weer je mooi op staan als Amsterdam. Wat moeten we doen? En, dan kan je gerust zeggen dat deze stedenband je trots kan zijn als Amsterdam. He? Want waar staat je als Amsterdam? Voor je staat bepaalde waarden. En wij dragen dat ook internationaal uit. He? Wat dat betreft zijn we jongens niet stoppen bij onze uh, stadsgrens. We staan ergens voor. En dat doen we ook bij de landsgrens. Als we kijken, uh, specifiek, hè, de Turkse gay community in Amsterdam. Redelijk naar binnen gekeerd. Redelijk vaak geïsoleerd. Door de jaren heen heeft die samenwerking met Istanbul... juist die Turkse gay community daar door die verbindingen te leggen... Hè, heeft elkaar versterkt. Ja. En als je als, het maakt toch wat uit als er internationale gasten komen. Hè, als als, als hooggeplaatste functionarissen komen. Als politieke partijen komen. Voor hoe zoiets in Turkije verloopt en of er steun en dekking is. Hè. En dat kan zijn voor, uh, uh, voor de Turkse homo in de Istiklal, maar dat kan ook zijn uh, voor de Koerdische burgemeester in het oosten van het land. Die gewoon af en toe wel een stukje internationale gasten, wat dekking, wat ogen die meekijken kan gebruiken. Laten we eerlijk in zijn. Ja. Okay. Dat, ik vind dat winst. Helder. Uh, we gaan nog even terug naar uw, uh, uw positie als voorzitter van het IOT, Inspraak Orgaan Turk in Nederland. Ja. Dat is een overkoepelende organisatie ja. voor de mensen thuis. Die ja. in principe alle Turkse religieuze en culturele organisaties vertegenwoordigt in het gesprek met elkaar, al dan niet richting Rijksoverheid. Is dat correct? Ja, het is aanvankelijk uh, bestond uit negen federaties. Nu is het alle Turkse stromingen vertegenwoordigen, is iets lastig bij de Turken. Hè? Maar je hebt wel een mix waar je ziet: de, 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 de religieuze, organi religieus-conservatieve organisaties, hè? De, 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 de sunnitische organisaties. Maar je hebt ook een grote federatie van de Alewiten. Daarnaast heb je dat hele sociaal progressieve de Sociaaldemocraten, de Vrouwenvereniging, de Sportvereniging. Weinig weten dat, maar de, Turken, uh, de Turkse gemeenschap was vooral op sport ook vroeger heel sterk ja, georganiseerd. Voetballen. Ja. Exact, daar had je gewoon een federatie van. Um, nou, die samen, uh, die verschillende clubs bij elkaar, die kritische geluiden, die normaal. Dat is geen voorbeeld op aarde, hè? nergens, ook niet in Duitsland. Is alleen in Nederland één keer gelukt om die verschillende clubs aan tafel te krijgen om te komen tot gezamenlijk inzet. Het is dus vandaag de dag iets anders, een paar hebben ons ja, verlaten. Want dat is dus mijn vraag. Uh, die gemeenschap die ligt onderling uh, behoorlijk overhoop, met name mensen die de AKP aanhangen, de partij van Erdogan, ja. en de mensen die van de Gülen-beweging zijn. Dan weet ik niet of de Gülen-beweging ook in IOT, uh, een IOT nee. plekje had. Nee. Maar hoe kan het uh, dat uh, de minister heeft deze week minister Asscher heeft deze week een gesprek gehad met al die clubs? Woensdag. Afgelopen woensdag ja. uh, heeft uh, een gesprek gehad met al die clubs om uh, de gemoederen te bedaren. Ja. Uh, nou, het is uitgebreid het nieuwsgeschreven niet lang over te hebben, maar hoe kan het dat u dat niet heeft kunnen voorkomen? Want met IOT zou je dat toch moeten kunnen doen? Nee, nee. Het eerlijke antwoord is ook dat, uh, laten we daar niet naïef in zijn, nog Amsterdam. Nog de Nederlandse overheid heeft alle middelen in handen om dit te voorkomen. Je kan een rol oppakken daarin. Je kan verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat het gesprek gaande is. Uh, vooral het uh, dialoog aangaan. En, en daar waar de grenzen overschreden worden ook een andere positie. En wat nemen, was uw rol als voorzitter dan in deze? Met in de Turkse tips. spanningen? Ja, met de Turkse spanningen. Vooral het voorkomen van. Ik, kan, ik, ik, ik beschouw mezelf niet als onderdeel van de, uh, van de mensen die de spanningen veroorzaakt. Wat, ik, wat je probeert is te zorgen dat de verschillende uh, stromingen of richtingen in gesprek met elkaar blijven. En soms als je merkt dat de ene druk op de ander uitoefent, dan sta je daar ook voor. Hè, dat is vooral de rol die je oppakt. Ja, voorbeelden? Ik kan, ik kan uh, zat voorbeelden noemen van uh, wat ik doe uh, tot aan... De auto in stappen die kant op rijden en kijken wat er is gebeurd. Hè. Er was, even welke stad was het ook? Er is een Koerisch gezin waar de ruiten van, van waren ingegooid. Uh, en die zich in hun eigen wijk niet meer veilig voelden. En dat, die, die ervaren problemen met een lokaal moskee daar. Het eerste wat je als EOT-voorzitter is, is gewoon een telefoon oppakken, bellen en zeggen van uh, we zien wat er gebeurt, we vinden het super naar. Kunnen wij als, als mediator een, een rol vervullen voor u. Kunnen wij bijvoorbeeld een gesprek aangaan met die mensen. Uh, toen in Arnhem een paar... Uh, Turkse jongeren wat gekke uitspraken deden of gekke uh, verwerpelijke uitspraken deden over uh, Anne Frank in dit geval. Wat ik doe is ik, ik uh, bel mijn directeur. Ik zeg, zorg dat je de contactgegevens hebt. Er werd ook nog een lokale hulpverlener bedreigd. Dan ga ik daar naartoe. Bel ik aan, stap ik binnen, klaar mijn kaartje achter. Maar ik stap ook uh, de auto in, rij 100 meter verderop, ga ik de moskee in. Ja. Om even uh, uit te leggen wat volgens mij wel de bedoeling is en wat niet. Iemand zou dan zeggen van nou meneer Uwe uh, doet uw best, maar uh, dat helpt niet. Dat kan, dat kunt u constateren. Uh, ik kan dat, maar dat zou iemand kunnen zeggen. Dat zou iemand kunnen zeggen. Als ik heel flauw zou zijn, uh, zou ik ook kunnen zeggen, nou stel je voor dat ik niks doe. Kijk of het beter met je gaat. Hè? Dan kunnen we echt testen of, uh, in hoeverre ik uh, een bijdrage lever of niet. Maar als je kijkt naar de uitingen, soms is het ook stelling nemen. Als je kijkt naar de uitingen van deze club, dan zie je dat ze altijd bijdragen aan verbinding en een rust erin probeert te krijgen. Ja. Nou, dat zijn belangen in een tijd waarin steeds fellere geluiden zijn. Uh, steeds meer ophitsing is, is het belangrijk dat er gewoon een stukje genuanceerd middenveld overblijft, weldenkend is en uh, vooral de kalmte bewaart. Maar nog even over dat IOT, daar zaten eerst meerdere clubs in. Er zijn ja. een aantal organisaties Vertrokken. die hebben de, uh, de ronde tafel verlaten, niet de minste. Een aantal grote religieuze organisaties. Nou, de ronde tafel, ik begrijp dat woensdag iedereen aanwezig was. Bij Asscher. Ja, nou, dat is de minister. Maar uw organisatie? Die nou, die dat parapluint. was ook niet altijd het geval, laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, of, nou, de dat is een probleem in het land. Hè? Dat lukt burgemeesters ook niet. En dat heeft te maken met, de met die polarisatie waarin de ene zegt... ik kom niet aan tafel als die aan tafel zit. En dan lukt, dat, uh, de, lukt het je om dat op te lossen. En dan heb je weer twee andere gevallen. Hè? Dus uh, de, 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 de partijgezinden willen niet met u aan tafel... Ze willen niet met de koers vertegenwoordigers aan tafel, dan wil die weer niet met die. Dat is een lastige een complexe situatie. Nou, ze kwamen deze week allemaal aan tafel. Maar hoe zit dat dan bij u? Hoe kan het dat uh, uw organisatie, mm -hmm. koepel, overkoepelend, ja. paraplu, ja. die mensen weglopen? Prospa? Nou, ik zou zeggen, dat moet u aan hun vragen, maar ze hebben natuurlijk wel een persbericht de wereld ingestuurd. In het geval van... Uh, Dianet ga ik zeggen, dat moet normaal formeel zeggen Turks-Islamitisch Culturele Federatie. Oftewel uh, de tak van een Turkse ministerie van Geloofszaken die hier uh, actief is. Exact. Ja, die hebben gewoon een... Uh, ben het gepresteerd om een persbericht op te zetten als ze zeggen van uh, je komt nooit naar onze activiteiten. Ik weet niet ja, Ik ga niet iedere week de geboorte van de profeet Mohammed vieren. Ja, dus het is waar je voor kiest. Ik kom ook uit, ik ben daar voorzitter vanuit een linkse organisatie. Dus ik heb ook mijn eigen profiel. Hè. Ik maak mijn ja. eigen keuzes. Uh, maar waarom ik wel uh, kritiek op Turkije zou uiten, hè, want dat is uh, not dan. Ik stap je al vrij snel in het frame van landverrader. Uh, maar ook het feit dat ik uh, namens de gemeente Amsterdam uh, meerdere keren de Turkse Gay Pride heb, heb bezocht. Bezocht en ja. ondersteund. Ja. Dat gaat iets meer, dat zijn gewoon contacten die we onderhouden. Dat vinden ze een vorm van, wat zeiden ze, dat ik niet zou voldoen aan de Turkse waardigheid. Maar dat is dan de Dianet, dat is de grootste club. De meeste uh, Turkse Nederlanders zijn daarbij aangesloten. Heel veel mensen zijn bij Dianet omdat ze Turks begraven willen worden in Turkije. De ja, maar dat is, die, is gewoon... De dat de, groter, de, 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 het gekke is, man, ik, ik kwam erachter dat ik hem zelfs heb. Het zijn de grootste spe, de, Mijn vader heeft hem ook. Uh, ja, uh, staan bedoel. geregistreerd om... Maar, maar dat is de grootste speler, die loopt dan weg. Nee hoor. Nee hoor. Ik ben niet iemand die verbind, uh, gaat verbinden uh, kosten wat. Je mag anders erin zitten als ik, maar we hanteren dezelfde spelregels. Doet u dat niet, dan ben ik je liever kwijt als Rijk. Daar ben ik toch eerlijk in. Ja. Als jij bij een club zit en je gaat richting de Nederlandse overheid en de samenleving een gezicht ophouden van dat je zegt, wij zijn vooral voor verbinding, wij zijn voor samenleven en we pakken ook de taboe onderwerpen op. Hè? Uh, dat is wat de IOT wil doen? Ja, daar ja. zijn we toch van. Ja. Hè? De IOT is een club wat opgericht is, niet met de blik naar Turkije, maar met de duidelijke focus op Nederland. Wij waren gesprekspartner van de Nederlandse overheid, niet van de Turkse overheid. Hè? Als je daar tegenwoordig anders in zit, dat kan. Dan mag je als federatie anders in zitten, maar niet als overkoepelend orgaan. Maar goed, de Dianet is weggelopen. Dat is een belangrijke speler. Dat, daar kunnen we het over eens zijn. Ja, natuurlijk. De Dianet ook wordt, wordt ook wel eens uh, gezien als de lange arm van Ankara, die er vaak in de media is geweest afgelopen zomer, deze zomer. Ja. Uh, dan ben je die ook liever kwijt dan rijk. Wat dat betreft ontstaat hier een. Een kloof tussen meneer Unver en meneer Erdogan, of niet? Ik begrijp het. Dat. dat begrijp ik. Dat is duidelijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de clubs die eruit zijn gelopen, dat is uh, op zijn minst aannemelijk dat die uh, iets dichter tot het regime staan als ik. En dat moet ook kunnen. Ik was ook best bereid om dat gesprek te blijven voeren. Mm -hmm. Uh, om daar waar we het eens zijn samen op te, uh, op te trekken. Uh, maar wel uh, binnen een set en wel binnen uh, spelregels zoals we die hier in Nederland hebben. En die ik ook in mijn eigen organisatie graag Vonden Vond u niet lastig als voorzitter? Ja, ik was lastig. Dat zei dus ook. En waarom? Omdat ik uitgesproken ben en uh, kritiek uit. En het is veiliger om helemaal geen kritiek te uiten op Turkije. Een Turkse gemeenschap, wordt ook geaccepteerd. Als je anders bent, is het oké. Okay. Als je maar niet uit. Dat is een, bijna een soort cultureel fenomeen. Hè? Ja. En dat geldt soms ook soort voor minderheden. Ja. ja, ik heb, ik heb een, 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 een uh, Joodse kennis uh, in, in Istanbul. en Die, die leefde er nog gewoon. Uh, dat is een heel klein gemeenschap. Hè? Maar die, ik zeg, hoe beleef je dat dan? Hij zegt, nou, niet. Ik beleef het thuis, binnen zijn huis. Dat wordt geaccepteerd. Maar als ik het moment dat ik begin te... Het uiten, Jood zijn. Het Jood zijn. Ja. Nou, dat geldt ook bijvoorbeeld vaak voor, voor, voor een Armeense jongen. Je mm -hmm. mag Armeens zijn, niks en niks mis mee. Maar ga je eigen identiteit in het straatbeeld niet al te actief uiten. Dat is wel een soort norm. Het staat nergens op papier, maar men leeft op die manier. En ik dus niet. Ik sta ergens voor, dat uit ik gewoon ook. Overigens, als ik niet als IOT-voorzitter zou spreken, maar vanuit een ander petje als, 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 als PVDA-politicus, kan ik je zeggen dat dat een, een stuk scherpere toon is wat ik in zou brengen. Ik zou zeggen, jongens, uh, wees blij dat ik lekker genuanceerd verhaal inbreng, omdat ik rekening hou met de verschillende gedachten die in zo'n platform ja. leven. En op het moment dat jullie uh, eruit stappen, betekent dat mijn verhaal natuurlijk ook wel ruimte heeft om iets scherper te, te worden. Ja, maar is het IOT nog wel het IOT? Is dat nog wel een overgang? Ja, IOT een is IOT, het uh, maar het is wel degelijk nu iets anders. En dat heeft niet te maken met uh, dat Dianet en Mili Juris nou zulke grote organisaties. Want voor die heeft. zijn weggelopen. Ja, het ja. heeft te maken met het feit dat, uh, dat rechts, links, uh, alebitisch, sunnitisch, progressief, conservatief, dat balans is nu wel veranderd. Is IOT mislukt? Nee. Degelijk niet. Ik denk zeker nog dat uh, dat soort vormen nog steeds uh, uh, vaak uh, van toegevoegde waarde is. Dat zie je bijvoorbeeld wat er nu in het land speelt. Wie zou je als gesprekspartner moeten nemen? Uh, het is fijn om te denken dat we, uh, Je gaat niet met iedereen een individueel gesprek aan. Ja. Er zijn vertegenwoordigers. Mensen ja. organiseren zich ook. Hè? En je moet vind ik ook onderscheid maken tussen uh, clubs waarvan je denkt, daar kan ik zaken mee doen en clubs waarvan je denkt... Daar ligt we niet echt mee op één lijn. Of nee, maar uh, uh, ik merk in het gesprek dat u wat doet. Dat een bepaalde emotie naar boven komt. En, ja, uh, ja, omdat kijk, ik ben zelf jarenlang... Uh, had ik het ook niet per se met die hoge organisatiegraad... bij de Turksgemeenschap. Tot ik zag dat die mensen zich organiseren vaak natuurlijk... bijna noodgedwongen. Heel veel van die clubs hebben een hele hoge organisatiegraad... omdat ze uh, historisch gezien dat wel moesten doen, omdat ze tegen een soort staatsregime zaten. Dus men moest zich gewoon, om de krachten te bundelen, moesten zich organiseren. Um, heel simpel voor, de alewiten. Je hebt heel lange de politiek in Turkije gehad. Dat, dat eigenlijk alevitisme, er werd niet over gesproken. Je wist niet wat het was. Uh, dus die men, mensen werden eigenlijk in hun religieuze identiteit niet eens echt erkend. Nou, het helpt als je dan even zorgt dat je een paar honderdduizend man bij elkaar hebt, een ledenstand opbouwt en dat je elkaar kan informeren. En als het nodig is dat je elkaar weet te vinden. Ja. Dat is de realiteit. Hè? Dat nou, geldt goed, natuurlijk voor de Koer. Dat we geldt gaan we nu niet hebben over of dat wel of niet heeft meegewerkt met de integratie. Heel veel deskundigen zeggen van niet. Maar ik begrijp dat de organisaties er liggen. Nou, er zijn ook wel heel veel deskundigen die wel degelijk zeggen dat het heeft bijgedragen. Dat heeft bijgedragen. Nou goed, het, het, het mes snijdt wellicht aan twee kanten. Ja. Het enige is dus nog even om dit deel van het gesprek af te ronden. En dan gaan we zoiets over een ander onderwerp. Uh, het IOT, blijft dat nog wel bestaan? En hoe lang blijft u het dan nog doen, het voorzitterschap? Het IOT bestaat. Iedereen had verwacht dat het al een aantal jaar geleden zou omvallen omdat hè, de subsidie is weg. Oh, de club is weg. Dat is het moment dat ik het voorzitterschap heb gepakt, omdat ik dacht, dat hoeft niet zo te zijn. Hè? Um, ik constateer dat we drie jaar verder zijn en dat IOT er nog steeds is. En volgens mij hebben we het met mijn bestuur zo vormgegeven dat uh, IOT er de komende tijd er nog is. Uh, het is een andere vraag of je jezelf opnieuw moet uitvinden of dat je jezelf moet herpositioneren. En ik vind uh, iedere club of organisatie, zeker een overkoepelend orgaan, moet zichzelf scherp houden en met de tijd meegaan. Dat betekent ook dat je je organisatie erop afstemt. Nou, vandaag de, de dag is het vooral gewoon echt uh, keihard acquisitie. Als jij gewoon een, een project opzet waarvan je uh, een partner uh, kan overtuigen dat het voor diegene van toegevoegde waarde is. Uh, dat is gewoon een zakelijke relatie wat je aangaat. Dan moet je leveren ook. Ja. En dat moet altijd aan twee kanten. Het moet ook iets opleveren voor die Turkse gemeenschap. Ja? Heel duidelijk. Uh, nou, dan gaan we even door. Kijk, u bent al uh, tien jaar raadslid. Ja. Dat weten heel veel mensen niet. Maar u bent sinds 2006 al in de raad. Ja. En we zitten nu in 2016. Ja. Wat bereikt een mens in tien jaar raadslidmaatschap? En er zullen, er zullen vast een paar wapenfeiten zijn, maar ik heb ze nog niet uh, even in beeld. Dus ik oh, zou wel graag uh, ja, willen even weten. kijken wat als eerst bij me opkomt. Uh, Dingen wat je toch bij al trots bent. In ieder geval, ik merk dat het heel snel bij me opkomt. Dus mijn samenwerking, en dat heeft destijds geleid tot een aantal notities, maar uiteindelijk ook verankerd in, in het kernbeleid van Amsterdam. Dat was een samenwerking met mijn linkse vrienden van de SP, Marijn van der Plicht. Die zat de hele rit erbij. Uh, en GroenLinks, eerst Marco de Goede en volgens Jan Hoek. Namen ja. die je wel bekend zijn. Exact. Ja, oh, zijn dat je van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inkoopbeleid, duurzaam inkoopbeleid. Duurzaam uh, inkoopbeleid met wat? En bij de gemeente bedoelt u? Ja. Uh, ja, enkel is dat de potlood producten. en de pennen duurzaam zijn. En veel meer. En veel meer. En dat trekken we ook door naar hoe je je eigen organisatie opricht. Je kan een, een dure cateringbedrijf binnenhalen of, of je kan zeggen, ik doe het anders. Ik doe het met een groot aantal mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt, maar daar zijn we als gemeente van. Dus social compliance, die bestond gewoon niet toen ik raadslid werd. Dat we bij, Social nee, compliance, is dat? Uh, dat je bij een bestek bij de aanbesteding, dat je sociale voorwaarden stelt. Hè? Dat het niet alleen om geld gaat, maar dat je maatschappelijk uh, nuttige dingen erin verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een groot bouworder uh, 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 binnenhaalt, dat je zegt 5% van het bedrag moet je ten goede laten komen aan werkgelegenheid van een bepaalde doelgroep. Eh, daar moeten we dus moet Amsterdam iets voor terugkrijgen. Het zijn dat soort aspecten wat je erin wilt. En daar geloven we enorm in. En, ik merkte dat, uh, iedereen denkt dat we in Amsterdam altijd voorop lopen, maar het tot mijn verbazing constateerde ik toen, hé, hey, er zijn andere gemeentes die dit al hebben opgepakt en wij gewoon nog niet. En ik dacht, zeker destijds, we zijn toch wel een linkse stad. We pakken onze verantwoordelijkheid. Um, gratis OV voor ouderen. Is dat ik... nog steeds? Ja, en maar goed ook. Gratis OV voor ouderen? Ja. Ook geregeld? Ja. Maar wat is gratis OV voor ouderen? Jij krijgt een pasje en je kan gratis gebruik maken van de OV. Maar gratis is voor jou. toch gratis? Nou, dat het voor mij niet kosteloos bedoel, we is. we betalen dat toch met z'n allen? Ja, maar goed ook. Maar goed ook. Maar dat is dan toch niet gratis? Nou, voor diegene wel, toch? Ja, voor degene die instapt. Ik zeg ook niet dat het voor mij kosteloos is. Ja. Of voor de gemeenschap. Maar voor diegene wel. Okay. En daar geloof ik in. Okay. Je, kan, je kan duur beleid opzetten. ouder in eenzaamheid, et cetera. Soms, ik, ik, ik ben wat dat betreft ook van de, uh, uh, van de pragmatiek. Als je een OV-kaart geeft, dan merk je dat ze wat vaker de deur uitgaan. Vaker richting de winkelcentrum hmm. waar ik elkaar ontmoeten, Dat is goed besteed geld. Hartstikke ja. goed besteed geld, dat is een scherpe deal met de uh, GVB. Hè? En wat wil je nou liever dan onze uh, uh, oudere Amsterdamers in het straatbeeld en gewoon onder ons hebben in plaats dat je ze thuis opgesloten uh, wilt hebben uh, als je het zo ziet? Maar hoeveel kost dat per jaar als laatste bedrag? Uh, 2, nog wat miljoen volgens mij. Moet okay. even, heb je 2 miljoen er? euro per jaar. Maar goed, even voor het beeld. Um, um, uh, u zegt ook uh, zelf te op te komen voor armoede, niet voor armoede, maar tegen armoede. U, 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 Onder een, ja. een van, dat is een van uw stokpaartjes. Ja. Uh, waarom eigenlijk? Wat, wat, wat heeft die fascinatie met armoede? En dan goed. gaat u natuurlijk zeggen: ja, als PvdA moet ik sociaal zijn. Ik heb een sociaal hart. Nee, 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 nee moeten moet ik niks. Het is voor mij een kwestie van beschaving. Het is ook niet. Het is, ik bedoel, uh, als het goed is, speel je dat als PvdA niet. Uh. Er zijn van beelden of er zijn positie, mensen komen in posities terecht dat het gewoon totale leven blokkeert en levenskwaliteit totaal eruit haalt. En ik, ik ben iemand die daar kan ik de pijn in mijn hart van voelen. Hè? En ik, vind ook dat, ik vind het ook onacceptabel, ik vind het echt een kwestie van, van fatsoen, van beschaving. En we leven in een stad waar hè, barmhartigheid zit in ons wapen. Komt u zelf ook uit een arme familie of een arm gezin? Ik kom uit een gastarbeidersgezin uh, waar uh, het eerlijke verhaal is dat als je kijkt naar mijn opa, uh, die gewoon in een arm gezin geboren is. Want daar er geen grond. En een land als Turkije is geen grond te hebben om te bewerken. Dat uh, is lastig. Laten we het zo zeggen. Dat, uh... Dus je moet het voor jezelf. Je moet je eigen brood gewoon iedere dag uh, de straat op en zorgen dat je brood, uh, brood verdient en thuis komt. Maar ik kom niet uit een arm gezin, omdat mijn opa eenmaal in Nederland, uh, HFC-leef gewerkt. Maar eenmaal in Nederland uh, als oudwijzer. Het uh, was een duidelijke verbetering van onze financiële positie. En mijn vader heeft ook altijd gewerkt. En het feit dat ze hebben gewerkt, uh, ik heb mezelf nooit als... Uh, ik ben een vogelbuurt opgegroeid en ik weet wat armoede is. Een vogelbuurt in Noord. In Noord. Ja. Dus ik, ik, ik heb armoede van dichtbij gezien. Zijn het zijn je vriendjes. Je beseft het, je beseft het dan niet. Hè. Als je in zo'n wijk woont, besef je niet dat er armoede is, want we zijn allemaal hetzelfde. Iedereen is zo. Ja. Dat zijn mijn oma ook altijd zo, maar de vroeger niet eens in de gaten dat we arm waren. Want iedereen die we kenden had, was, zat in dezelfde positie. Dat is het brang in Nederland. Hè. Dat is het brang in Amsterdam. Als je hier uh, echt in de armoedepositie terechtkomt. Terwijl je rijkdom en wildom je heen hebt en kans om je heen hebt. Dat, dat is een totale andere orde van, van, van leed wat die ja. mensen meemaken. Maar goed, je hebt uh, dan zeg maar uh, toch een studie gedaan, HBO, uh, economie. Commerciële economie. Commerciële economie. Dat heeft niet echt met uh, veel met uh, sociaal uh, van doen. Totaal tegenovergestelde. Ik, uh, het eerlijk verhaal is ik kwam van de VWO of ik was op vakantie geweest, maar ik, ik had, zelf was ik van plan om een jaartje niet te studeren. Ik wilde werken om een auto te kopen. Dat uh, je bent. Jongens droom. Ja, Turkse Nederlanders en auto's, hè? Ja, ja dat, dat, dat is, is toch geen leuk. Als... Nee, dat zat dat erin. is toch wel uh, zo. Uh, en ik was bereid dat ook om een jaar te, ja te stoppen. Want ja. ik dacht, die, die doet gewoon niet mee, hè? Ja. We een fiets hebben we meestal niet. Dus ik dacht, die, die, die auto heb je toch ja. nodig. Dus je wilde een jaar werken voor die auto, voor die bolide. Ja, maar mijn vader vond dat geen goed idee. En ik kreeg enorm aan de mening van mijn vader. Uh, die zegt, nee, uh, dat lijkt me niet jongen. Ga toch maar uh, pak je studio. Ik weet nog dat ik terugging, ik had er wat folders gehad. Ik zeg, pa, ik wil geschiedenis studeren of film- en tv-wetenschappen. Want ik vond het idee dat ik een documentaire kon maken, dat vond ik destijds super interessant. Maar dan kreeg ik kreeg toch een beetje lief, maar een klassiek antwoord van mijn vader. Van wie honger leidt, jongen, wat is dat nou? En ik zeg, nou nee, politicologie, hij zegt, wat ben je nou mee bezig? Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ga rechten studeren, economie of. Geneeskunde, je kent het al, Ja, dat is uh, vaak dus het, het een beetje een, een gastarbeiderscomplex. Want ja. die, die mensen hebben, die kijken enorm op tegen die functies. En voor hen het hoogst haalbaar, Het mm -hmm. eigenlijk een stuk bevestiging wat ze zoeken. Nou, ik ben een beetje rebals dat ik ben. Uh, totaal onvoorbereid als ik was. Ik dacht, ik wil niet de hele tijd in mijn klassenbankjes zitten. Ik wil gewoon eens in de zoveel tijd een boek halen en een, een tentamen maken. Dat is meestal ook werk. Uh, zo dom als ik was, dacht ik ook een beetje uit protest. Het was de laatste dag van inschrijving, ik ging niet naar de universiteit. Maar er waren twee vrienden uit de wijk, die gingen naar de HBO. Ja, zo gaat dat. Oh, ik gedaan. zeg Oké, okay, ik, ik loop met je mee, papieren, ik heb hem gewoon ingeschreven. Ik zei: Wat doe jij? Nou? Commerciële economie? Ja, dat klinkt goed, zei ik. Eenmaal op de studie uh, kreeg ik het moeilijk, want ik kwam erachter dat voor iemand die ideologisch erin zit als ik, dacht ik: Jezus, je, je kan wel uh, precies het meest afrechtse... Tegenovergestelde studie uh, vinden wat je hebt. Ja, vandaar mijn vraag. Ja, heel terecht. Er was een moment dat ik zat en die leraar uh, zei tegen mij: We gaan nu vandaag uh, trucjes geven, uh, uh, leren hoe je van latente behoeften, manifeste behoeften kan maken. En toen schrok ik me rot. En ik dacht: uh, chemo, niks meer aan de hand. Die jongens loopt vrolijk door, door de straat. Maar ze trainde mij erin om een behoefte in jou aan te wakkeren en een product of beleving daaraan te koppelen zodat jij, want je bent ongelukkig als je een behoefte hebt, hè? je wilt het vervullen. En dan kwam ik met het product om het te vullen. Toen dacht ja. ik, dit is toch een vorm van uh, zeker het linksjochie wat ik toen nog was uit de clubs waar ik kwam. Ik dacht, dit is kapitalisme. Ik dacht, wat doe ik hier? En uh, heeft me ook wel moeite Waarom opgedacht. heb je de studie dan afgemaakt? En dat is iets wat ik gewoon doe. Dat is van huis uit. Ik ben ook een jaar gestopt met die studie. En, en dacht ik dat uh, slapeloze nachten. niet omdat ik het zo fijn vond, maar omdat ik niet afgerond was. Dat is van huis uit. Je bent eraan begonnen en je moet het afmaken. Ja, dus afgemaakt. Dus afgemaakt. Oké. Okay. In de raad beland. Uh, uw raadslid, uw ra ra raadslidmaatschap heeft ook uh, ups gekend, maar ook downs. Uh, de grote down was toch wel het gevecht. Oh ja. Het gevecht. Het ja. gevecht. Ja, ja, ja. In de kant. Ik moest even denken wat het uh... was. gaat in gevecht met Turkse jongeren. Het is aan sommige krantenkoppen. Er zijn ook andere gelukkig. Maar goed, maar. waar het op neerkomt is dat uh, even voor de kijkers thuis, uh, er was een demonstratie. Herdenkingsbijeenkomst. Een herdenkingsbijeenkomst. Door jongens van veertien. Die was overleden in zijn cel in Turkije geloof ik? Nee, in de coma. Die de jongen de coma. heeft een jaar lang in de coma gelegen. Ja, na de en, protesten ja, in Gezenpark. Na de protest. Die ging ja. brood halen voor zijn moeder. En die kreeg een politiekogel in zijn hoofd. He? En die heeft een jaar in de coma gezeten. He, een ventje van 40 kilo nee, dat is dat dat verhaal kennen we inderdaad die jongens overleden ja dat weet, weet je ja dan weet je ook dat zijn moeder die dit meemaakt dat je een president in het land of een premier destijds die menigte toespreekt over wat een schande het is en ook nog eens mensen gaat ophitsen tegen die moeder dat is het context waar ik me tegen verzet nee dat is heel duidelijk maar ik was op het herdenking je vraagt wat er specifiek er was die herdenking is. die jongens die komen en dan ontstaat een handgemeen wat is er gebeurd nu? Nee, als je kijkt naar de, 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 de verhalen ook van de mensen die erover gesproken hebben. Uh, die jongens uh, komen mij opzoeken al, al roepend. Het waren jongens van een jong Turkse jongerenbeweging die zagen u daar. En het zijn die die... jongens van een uh, vereniging dat alleen op papier bestaat. Het zijn gewoon etters, Tuig is het. Etters. Tuig. Het tuig. zijn echte tuigen, tuig het. Uh, Die zoeken me op. Uh, en al vrij snel zat ik in een bushok. Uh, omringd door een paar van die mannen. En het moment dat ik voelde natuurlijk al aan dat het niet goed kon gaan, maar ik dacht ergens denk je van, het zal toch niet waar zijn. En we zitten op een plein met een paar duizend man. Wat was herdenking hier in Amsterdam? Leidseplein. Leidseplein. Ja. Leidseplein. En ja. Leidseplein. En dat is ook een beetje uh, home. -training. Ik dacht, dit aan ja, niet waar zijn. Ik, dacht, ik vond het al na dat ik op die manier... Het, je gaat mijn mannen om me heen staan of Ja, ik werd daar vanuit de bus ook geduwd, uh, gecornerd, zoals dat heet. En het moment dat ik merkte dat een paar armen begonnen vast te pakken. Kijk, ik heb wel het insteek dat ik op dat moment uh, besef uh, dat er een slagenwisseling komt. En dat, ja. mij, dat ik in een benarde positie zit. Dus het uh, enige wat ik doe op dat moment is proberen uit die hoek te komen. En dus uh, slaan? Ik, nee, uh, ik ben degene die door drie, vier mannen uh, uh, in een hoek wordt gedouwd. Om daar uit te komen doe je niet met een kusje. Het is gewoon pure lijfbehoud wat ik daar heb moeten doen. dat is niks anders dan pure lijfbehoud. Oké. Okay. Dat zegt u. De jongeren zeiden later: ja, meneer Uver die heeft ons bedreigd. Want uh, wij hebben opgeroepen aan onze achterban dat ze niet op hem moesten stemmen. En daarmee zou die stemmen kwijtraken met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Hij heeft ons bedreigd. En we, uh, hij heeft ons aangevallen. Die man die, heeft ons, uh, die, die is naar ons gekomen, die heeft dat zo gedaan. Dat is een andere uitleg. Ik geloof je zelf? Uh, het gaat niet om wat ik geloof. Het gaat om dat er twee verschillende uitleggen ja. zijn. En u ja. in dit geval ja. als volksvertegenwoordiger ja. een, een handgemeen heeft met burgers. Wat zou ik doen. Wat zou je doen? Ja, dat ik zou ik doen. Ja, ik kan mezelf ook laten inslaan, uh, laten bespugen uh, en inzakken in een bushalte. Maar ja, ik dacht dat het is een uitkomst waar ik waarschijnlijk niet uh, goed van afkom. Maar moet je als volkstegenwoordiger niet gewoon het goede voorbeeld geven? En dan wat dan is dat dan? Weglopen of uh, weglopen, je begrijp ik. Als ik, uh, geloof mij, als het vier man is anders, maar ik denk, en dat is niet om arrogant, maar ik kan u in een hoek drukken en zorgen dat u daar niet wegkomt. Uh, Zet drie van uh, mijn vrienden daarnaast... Uh, dat is een heel andere positie. Heel simpel, dat is echt de armen vasthouden. Dat is vast één te tegen vier. Ja, het is de armen vasthouden en een slagenwisseling aangaan. Ja. En uh, ik kan u gerust zeggen bij de derde of vierde klap met mijn kant opkwam, dacht ik, uh, dit is gewoon een kwestie waar ik uit moet komen. U heeft aangifte gedaan? Ja. Zij hebben ook aangifte gedaan. Zeker en daarna nog, hebben we nooit zij meer wel over gehoord. Zij zijn meegenomen door de politie die dag. Ja. Ik moet beseffen dat ik twee of drie uurtjes daarna gewoon nog een verkiezingsdebat heb gedaan. Voor de PvdA. Ja. Ja, maar daarna hebben we er nooit meer wat over gehoord. Dat klopt. Omdat Hoe is dit één, nou afgelopen? Ik, ik spreek normaal niet over die dingen. Ik heb wel eens wat vaker mijn gedoe gehad. Maar de lijn is gewoon... Uh, laten we zeggen dat als er bepaalde nadigheden gebeuren... dan communiceer je dat in principe niet. Uh, wat er gebeurt is... die jongens zijn meegenomen door, door de politie. Op een gegeven moment zijn ze ook gewoon gered. Maar die paar duizend man die daar waren... Uh, u kunt alle persuitingen van die club zien. Die hebben gelijk een persproject wereld ingestuurd... waarin ze zeiden... deze man is aangevallen door de tuig. Ja. He? Dat is wat mij altijd heeft gefascineerd aan die situatie. Dat op een of andere manier dat toch voor de op rechtszaak gaan. hier niet ja. op, uh, tot stand is gekomen. Een sociale controle die uh, daarvoor zorgt. Nou, die jongens, uh, iedereen op dat plein wist dat het tuig was. Ja. He? En uh, men kent mij een beetje natuurlijk wel. He? En ik sta niet te boeken als iemand die al vechtend door de straat gaat en intimideert en dreigt. Maar wat is er nou gebeurd na de, na de, nadat het allemaal gebeurde? Uh, heeft de politie ja. nog uh, iets kunnen doen? Uh, hoe is het afgelopen? Uiteindelijk is de zaak volgens mij geseponeerd. Oké. Okay. En uh, de, de, normaal vertel ik dit ook niet, maar ik ben destijds geadviseerd om, wat is het een artikel, nog wat procedure te starten. Ja. Maar ik heb toen ge mezelf geknakt gevoeld en eigenlijk een jaar teruggetrokken mezelf. En dat had meer te maken dan, uh, niet omdat er een slagenwisseling was, hoe naar dat ook klinkt, dat, daar hou je mij, hou geit en nachtje wakker mee. Het ging wel om het feit dat ik op een of andere manier, verwacht u op dat moment steun, van Nederland zeg ik dan, heel breed, hè. Zal dat het vandaag was gebeurd, hetzelfde ja. incident, dan denk ik dat men het context beter had begrepen. Ja, dat is het eerlijk. Nu is het in het grote glas. Exact. En ik heb, toen, ik heb toen de frustratie gevoeld dat ik dacht, eh, kijk, het is... Ik, maar kreeg u het, geen steun maatschappelijk dan? Of? Jawel. Wel. Wel. Ik heb ook gewoon, er waren ook... Er waren, het, het, wat ik voelde, kijk, er waren twee kranten, nog voor ik iemand had gesproken, die hadden wel de wereld ingekopt. En blijk, ik, ik weet ook hoe dat kan. Deze etters zijn meegenomen naar het politiebureau. Ik weet niet hoe ze het hebben gepresteerd, maar die hebben daar gelijk foto's genomen. Van kijk eens, we zijn mishandeld en uh, we zijn aangevallen. En, er is ook een bekende tactiek in, in de Turkse gemeenschap. Hè? De tegenaangifte, het, het creëren van vast. Uh, mm -hmm. En je moet beseffen dat ik op dat moment nog steeds niks anders deed dan bijkomen. En alvast voorbereiden ja. op het debat. Ja. Het onwerkelijke waar ja, je ja. in zit. Ja. Ja. En uh, nou, je volgt een beetje de politiek van dichtbij. Het was drie dagen voor de verkiezingen. Dus ik, ik voelde gewoon een enorm psychologische dreun wat ik had uh -huh. gekregen. En ik heb ook geen campagne meer gevoerd. Uh -huh. um, ik dacht, dit gaat vanzelf. Stiekem hoopte ik dat ik dacht, nog voor de verkiezingen ja. wordt het... Nee, men gaat zien wat hier is gebeurd. Maar dan kom je opeens in een juridisch proces, waar je niet over praat. En uh, voor je het weet, blijft dat beeld hangen. Maar u voelde geen maatschappelijke steun? Jawel, maar op een of andere manier verwacht hij dat meer. Okay. Ik voelde wel degelijk steun. Kijk, ik ben ook iemand die, laat ik zeggen, in het maatschappelijk middenveld of uh, ik, 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 ik ben niet geheel uh, onbekend. Nee. Dus daar zat wel een hele grote blok om je heen op dat moment. Maar je zoekt, heel gek, je zoekt de bevestiging bij die mensen die je niet kent. Mm -hmm. Bij de meesten Bij de, de Amsterdammer, uh, de gemiddelde Amsterdammer. Uh, het ging mij om AT5 ja. en zo bijvoorbeeld. Ja. Ik dacht, dat zijn dat, mijn, de mensen waar ik mee leef, ik dacht, die moeten toch zien wat hier is gebeurd. Oké. Okay. Laten we even... Maar, even ik moest wel zeggen dat mooi wat tijd. me geholpen ja. in deze. Ja. Het moment dat mijn collega's, mijn eigen mensen die ik kennen, mm -hmm. eigen partijen van links tot rechts, dat die je wel hard onder riem steken. Okay. En, en, en soms tot het meest onwaarschijnlijke hoek. En dat deed me het best. Dat gaf dat mij een goed gevoel. Ja. Is je gewoon, deze mensen kennen we me, en die staan voor je. Laten we even omwille van de tijd nog één onderwerp aansnijden. Dat is uh, de politieke beweging Denk. Ze zijn opgekomen. Afgelopen voorjaar hadden ze in de media wel hun doorbraak. Uh, twee, raadse, of twee Kamerleden van uh, Turkse Komaf die zich af hebben geschud van de PvdA. En nu de politieke beweging Denk zijn begonnen. En ja. uh, ook uh, zowel de allochtonen als de autochtonen stem willen aanspreken. Maar toch heel duidelijk wel een allochtone signatuur hebben. U gaat ook de Kamer in, als het goed is. Voor de komende verkiezingen. Nou, ik heb mijn brief ...een uh, dus afwachten of ik... Uh, dus de aanmelding is er. Uh... De aanmelding is er natuurlijk. Je moet één afwachten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Stiekem hoop ik dat dat wel het geval is. Ja. En volgens uh, ga je het gevecht aan met uh, toch. Dus er valt duizend voor de man. Turkse Nederlander die op een Turkse kandidaat wil stemmen iets te kiezen. Unver of denk? Meer dan de Turkse achterban, maar uh, laat ik zeggen de tegenstelling tussen denk uh, en Unver is een groot. Daar valt wat te kiezen. Er valt wat te kiezen. Wel degelijk. Maar bent u bereid om de strijd aan te gaan met Denk? Als ik de Kamer in zit? Nee, om in aanloop naar de Kamerverkiezingen toe. Oh, als, tijdens ik, de campagne... als ik een plek op de lijst krijg en ga campagne voeren. ga er maar vanuit dat Denk een van de partijen is die ik uh, actief zal opzoeken. Dus u gaat ook de moskeeën af en ook uh, de mensen. Nee, opzoeken, nee, 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 nee. Zoals nee. Denk. Het is niet, uh, nee, 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 dat doe ik niet. Dat doe ik gewoon niet. Ik ben wat dat betreft redelijk principeel. Hè. Ik heb het uh, één of twee keer wel gedaan. In één keer was dat omdat het was in een moskee, maar het was meer een culturele activiteit. Maar ik ben wat dat betreft uh, nogal van een strikte... Ik vind dat je ja. geen politiek moet bedrijven in een moskee. Ja. Even kort nog, wat vindt u van DENK? Uh, jammer, uh, echt, echt jammer dat wij het mogelijk hebben gemaakt, dat voorop. Als PvdA? Ja, want ik vind het super pijnlijk als PvdA dat het een afsplitsing van ons is. Want als je kijkt wat ze nu inbrengen, denk ik, jee, dat is toch gek dat ze wel in onze waarden zet, binnen onze idealen, een plek hebben gekregen. En zich nu daar toch averechts tegen opstellen in de Kamer. Uh, hebben ze bestaansrecht uh, vanuit dit context, hadden ze die nog niet, maar die hebben ze wel degelijk. Ja. Het is niet alleen de boze witte man in Nederland. Ja, ja. We hebben ook de boze zwarte man. Ze mogen dit doen. Dat is wel duidelijk. Ja, en ik ja. denk ergens ook dat het goed is dat ze het doen. Okay. Ik vind het eerlijker voor uh, de vertegenwoordiging in het parlement. Neem niet weg dat ik er alles aan zal doen. Om ze zo klein mogelijk te halen. Okay. Nou, daar gaan we naar kijken. En uh, we zijn er uh, door het gesprek heen. Maar ik dank u vriendelijk oh. voor uh, de aanwezigheid. Ik dank u voor de uitnodiging. Okay, dank u.